My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere. Ik kan wel factor 1183 opdoen met deze brandende zon. Schat, smeer jij je wel in? Je verbrandt nog levend als je niet uitkijkt. Lieveling. Onno. Of je worst lust. Ja, lekker. Het is toch niet te geloven? Je zit de hele dag met je computer op schoot. Lekker gezellig, hoor. En als het je computer niet is, dan is het wel je telefoon. Onno. Onno. Nou ja, zeg. Ik kan net zo goed tegen een lijk praten. Iris, met die broer van jou valt werkelijk geen land te bezuilen. Maar goed dat dit een motorjacht is. En jij bent precies hetzelfde. Ik begrijp niet wat voor opvoeding jullie moeder jullie heeft gegeven. Ach, Stella, hou het toch eens op, zeg. Hoe lang zijn jullie al getrouwd? 20 jaar? Als je nou nu weet hoe die in elkaar zit. 20 jaar. 21 in september. En wat heeft hij me gegeven? Wat heb je me gegeven? Niks. Nada. Niente. Niets. Nothing. Rien. De boot. De boot. De boot is jouw speeltje. Wat had je anders willen hebben? Een nieuw gezicht. Ik heb geen zin om er nu al bij neer te leggen dat dit mijn leven is. Servetje. Servetje! Ik mag dan wel geen 20 meer zijn. Jo. Ik wil meer. Nog meer? Zeg, moet ik mijn vingers aan de haren afvegen? Maar natuurlijk. Wat heb ik je gezegd? Onno. Hij heeft altijd ontvangst. Hoe doet hij dat toch? Hier. Helemaal niks, nog niet eens streepje. Verkopen die handel. Meteen wegdoen. Bel onmiddellijk met de bank. Bij wie zit hij? Zwitserland, onbekende bank. Provider. Telefoon. Bij welke... Nou ja, laat het maar. Je hebt mij nooit gemogen. Eerlijk antwoord? Ja, nee. Nou. Ik had inmiddels wel de binnenkant van mijn eigen graf kunnen schilderen. Ik kon ze niet zo snel vinden, mevrouw. Jongeman, hoe heet jij? Roy, mevrouw. Roy. Je bent nieuw hier aan boord? Vanochtend begonnen, mevrouw. Onthoud. Ik bepaal wat hier gebeurt en ik bepaal hoe snel. Ja, mevrouw. Goed. Woesh. Woesh, woesh. Of je weg wil gaan met je mooie kontje. Oh. Werkelijk, Iris, ik begrijp niet wat... Wat voor opvoeding jullie moeder jullie heeft gegeven. Roy, boy, hoe heet het? Roy. Nootje, nu. Ik zei niet investeren in palmbomen, maar palmolie. Olie, ja. Ja, weet ik veel wat je met die bomen moet doen. Neem ze mee naar een eiland, dan ga eronder zitten. Nou, dat wordt met weekendje wel. We zitten natuurlijk weer de hele tijd in die hut van hem. Laten we er nog een paar miljoentjes bij scoren. Jij bent anders best wel raad met die miljoentjes. Wat ken je mij toch slecht? Geld doet me helemaal niets. Helemaal niets, zeg ik je. Vanaf het allereerste begin dat ik bij jullie in de familie kwam, vanaf het allereerste moment dat ik jou je lieve broertje kwam afpakken, heb je mij gehaat. Oh, Stella, wat een flauwekul, zeg. We hadden je allemaal door, vanaf dat allereerste moment. Allemaal, behalve Onno. Onno? Ik hou zielsveel van Onno. Van zijn geld. Zielsveel. Ah, Onno is geen heilige. Denk dat maar niet. Uw nootjes, mevrouw. Onno. En ondanks alles hou ik nog steeds van hem. Ja, wat denk je zelf? Zielsveel. Verder nog iets? Verder nog iets? Nog wensen, mevrouw? Ja, natuurlijk. Ik wil vanavond op tijd aan tafel. Natuurlijk, mevrouw. Ik wil vanavond op tijd naar bed. Prima, mevrouw. En jij weet wat dat betekent. Toch? Ja, mevrouw. Alles geregeld? Alles geregeld. Er valt niet veel te regelen, toch? Ik wacht tot Onno alleen op het dek is en ik sla met één klap overboord. Oh, als hij maar dood is. Regel het dan maar. Als de klapper niet doet, dan verdrinkt hij wel. He, zorg jij nou maar dat die zus van hem iets in de gaten heeft? Ze is nogal nieuwsgierig. Nou, laat die Iris maar aan mij over. Het is dat ik haar als getuige wil, maar anders had ik haar met liefde erachteraan gestuurd. Een uitvaart? En jij moet wat aardiger doen tegen Onno, dan valt het minder op. Ach, je hebt gelijk, maar het is zo moeilijk. Ik kan echt niet wachten tot ik verlost ben van die man van mij. En dan mijn lekkere sexy toyboy Roy. Gaan wij eens eventjes de bloemetjes buiten zetten. Wij kopen Aalsmeer. Achoo! Dus, 2 olijven. Niet 1, niet 3, maar 2 olijven. En niet van die kleine vieze, maar van die grote groene. Ja, mevrouw. En zet de ijsmachine aan. Ik wil ijs in mijn martini. Ijs, veel ijs. Heet? Wat? Heet? Omdat je veel ijs wil? We zitten midden op zee. Je zou toch op zijn minst een briesje verwachten? Een zuchtje wind. Onno, schatje, popje, liefje, baby. Kom eens even lekker zitten, hè? Zo. Pas je wel op je laptop, die moet je niet zomaar in de zon laten liggen, hoor. Moet, hoe heet het ook alweer?
dingetje. Nou, kom nou toch. Hoe heet hij nou? Roy. Roy. Moet Roy een lekkere martini voor je maken? Nee, dank je. Is nog wat vroeg. Nou, misschien kun je wel een borrel gebruiken. Want? Je weet maar nooit hoe zo'n weekendje zich ontwikkelt. Martini? Ja, onze... Hoe heet hij nou ook alweer? Kom nou, dingetje. Hoe heet hij nou? Roy. Roy. Onze Roy maakt overheerlijke martinis. Ja, schat. Ontspan nou eens. Laat die telefoon eens even lekker gaan, hè? We zitten midden op zee. Niets anders dan water om ons heen. Niemand die ons hier kan zien. Nou, luister. Stil, 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 stil. Moet je horen. Wat een rust. Niets of niemand die dat kan verstoren. Geen geluid. Alleen het zachtjes kabbelen van de golven. Totale... serene rust. Hallo! Hallo! Wat in vredesnaam. Hallo! Maar die stem die ken ik. Dat is Harry van Meulen. Hallo! Vermeulen? Vermeulen, wat kom je hier doen? Ach, neemt u niet kwalijk dat ik u stoor, maar ik moet u even spreken. Pardon? Dat geeft niet. Ooit van telefoon gehoord? Telefoon? Ja? Ja. Nou? Nou. Oh, telefoon! Ja, nee, dat kan niet. Nee, ik moet u even persoonlijk spreken, onder vier ogen. Of liever gezegd onder zes ogen, want dit is Tjebbe. Tjebbe Dijkstra, meneer Vermeeren, die is meegekomen. Misschien heeft u hem wel eens zien lopen op de vloer? Oh, nee, natuurlijk niet, want u zit op de 23ste en wij op de 11e, hè? Maar ja, de lift van de 23ste komt ook langs de 11e als hij naar beneden gaat, eigenlijk. Trouwens, ook als hij naar boven gaat, dan komt hij er weer langs. Oh, nee, want u heeft uw eigen lift, toch? Een privélift? Oh, je eigen... Dat vind ik zo chic, je eigen lift. Oh, dat vind ik nog chiquer dan je eigen wc. Ja. Ja, of je eigen afstandsbediening. Lijkt me ook heel erg fijn. Zit je niet zo geïrriteerd naar elkaar te kijken, hè? Harry. Want je ziet het ze wel eens doen, hè? Dan zegt zij, schatje, ik moet even plassen. Dan pak hij heel snel die afstandsbediening. Je punt is... Nou, mijn punt is dat als je ieder je eigen afstandsbediening zou hebben... Waarom zullen jullie helemaal hier naartoe komen roeien? Juist. Maar nou, dat doet u altijd. U had me weer afgeleid. Ja, dat geeft niet. Chabby hier werkt op dezelfde afdeling, boekhouding. Maar dat weet u vast wel. En wij moeten u dringend spreken over de zaak. En dat kon niet door de telefoon? Nee, dat kon niet door de telefoon. En dat kon ook niet wachten tot na het weekend? Nee, want de muren hebben oren. Wat? De muren hebben oren. En ik dacht zo, op zee kan niemand ons horen. Wat? Geen muren op zee, muren niet, hè? Wat? Alleen maar lucht. Vermeulen! Geen oren. Vermeulen! Oh, meneer Vermeulen, als u me even permitteert om bij u aan boord te komen. Ik heb niet zulke zeebenen. Het duurt niet lang, meneer Vermeulen. Alsjeblieft. Nou, schiet op, Roy. Help die twee aan boord. Oh, dank u wel, hoor. Het hoeft niet lang te duren. Het is maar even dat je... Oh, dank u wel, dat is prima. Dan ga ik wel even... Oh, dat is goed, dan doen we het zo. Dat is prima, ja hoor. Dat is... Nee, neem een andere been, moet nog even tussen. Wacht, ik doe het wel. Ja hoor, ja. Zet hem maar neer. Hij spreekt die Nederlands. Ja. Zet hem maar neer. Ja, dank je wel. Ik begon al een beetje misselijk te worden, hè? Zo van... Oh, maar dat is bijzonder vriendelijk van u. Dank u wel. Het is alcohol. Ik ben niet zo van de alcohol, hè? Ik kan niet zo goed tegen de zilte zeelucht, denk ik. Maar zo, dit is wel wat andere... En dit hier is echt... Dat het blijft drijven, hè? Ja. Maar dat zeggen ze dan altijd over vliegtuigen, toch? En dan gaat het niet over drijven, maar over vliegen. Ja. Dokter zeggen ze er altijd, dat ze blijven vliegen, dat ze in de lucht blijven hangen. Toch die vliegtuigen, die enorme machines, die vliegtuigen, dat je denkt... dat hoor je ze toch altijd zeggen? En iedere keer als ik ze zie vliegen, dan denk ik, nou, hoe is het maar dit blijft drijven. Meneer Vermeulen! Dat ben ik. Mogen wij weten wat u hier komt doen? Ach, dag mevrouw Vermeegen. U begrijpt, we zijn hier in alle privacy. Yes, yes. Dat snap ik, maar ik... of eigenlijk Chabby hier... eigenlijk is het best wel lastig om het zo 1, 2, 3 in woorden uit te drukken. Probeer het toch maar. Ja, meneer Vermeegen, wij moeten u dringend spreken over de zaak. Ik vrees dat er iets ernstigs aan de hand is. We zijn failliet, alles is weg. Zijn wij alles kwijt? Alles kwijt? Zijn we failliet? Failliet? Nee, niet failliet. Oh. Nee, zo snel gaat dat niet. Nee, maar het is een ernstige zaak. Oh? Ernstig genoeg om hier naartoe te komen roeien. Ja, het was geen kattenpis. Nou, schiet op, jullie zijn er toch. Kom maar even mee naar beneden. We kunnen jullie ei kwijt en daarna opdonderen.
Roy! Ja, meneer? Hou de martini koud. Neemt u me niet kwalijk. Het spijt me echt. Oh, dat geeft niks, Harry. Er gebeuren sowieso rare dingen. Ik heb een hekel aan dat mannetje. Ik mag hem wel. Sorry! Zie je dit klokje? Nou, dat is een mooi klok. Over 5 minuten zijn jullie van boord en zit ik aan de martini. Oh, moet je weer. Oh, juist. Nou, meneer Vermeegen, ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Of met de patrijspoort in het schip. Ter zake. Juist. Nou, meneer Vermeegen, ik vrees dat wij dus tot de schokkende conclusie zijn gekomen dat er iets vreselijk mis is met de boekhouding van het bedrijf. Oh. En u weet dat ik altijd alles op orde wil hebben, zodat er niks mis kan gaan. Ja, dat is voor meneer Vermeulen hier een prioriteit. Eerlijkheid duurt het langst. Ja, dat is het beste voor iedereen, dat heb ik van hem geleerd. Voor de schuldeisers. Schuldeisers. De aandeelhouders. Aandeelhouders. De belastingen. Belastingen. Ja, noem maar op, de lijst is echt aanzienlijk en iedereen moet onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Op de hoogte waarvan? Meneer Vermeegen, wij hebben zitten rekenen en herrekenen en... We hebben geen idee hoe het kan, hoor, maar... Maar? Er is een gat. Een gat? Maar wij spreken meer van een put. Een put? Van maar liefst 18 miljoen. Euro. Wat? Ja, we dachten dat u dat wel meteen moest weten. 18 miljoen? Euro. Euro? 17 miljoen 800.000. En 53 cent, om heel precies te zijn. Chebbe heeft het ontdekt. Het was moeilijk te zien. Wat? Het gat, dat zat goed verscholen achter uw bouwproject van Dubai. Dubai? Dubai, ja, daarom heeft het zo lang kunnen duren, hè. Aha. Het zijn de Arabieren. Pardon? Dat denk ik. Het zijn de Arabieren die het gedaan hebben. Het stikt daar van de Arabieren in Dubai. Dubai is Arabisch. Het zijn de waterleidingen van het gebouw. Waterleidingen van welk gebouw? Dat is de boer... Halalifa. Wat? Ja, het is Arabisch, hè. Het is de boer Halali. Nou ja, dat wil je toch niet in wonen, zeg. Het hoogste gebouw van de wereld, state of the art. Ja, dat kan wel zijn, maar je zal iemand moeten uitleggen waar je woont. Waar woon jij? Nou, in de boer Halalifa. Oh, leuk, welk nummer? Nou, de boer Halalifa 8766A. Harry. Dat is een privélift, geen overbodige luxe, hoor. Zal ik even voor u op het knopje drukken? Nou, graag. Waar moet u eruit? Op 300 en u op 600. Je zat boven wonen en ijs hebben gekocht. Harry. Het is warm daar in Dubai, is alleen maar zand, hè. Harry. Dan heeft u van je ijs echt helemaal niks meer op. Harry! In de Boer Khalifa. Zo. Is de verkeerde drag gestoken. En toen zijn ze overgestapt op een andere maatschappij. En het kon omdat ze contractueel gezien geen tijdbreakclausule hadden. Maar omdat u er niet van op de hoogte was, hebben ze het geld niet kunnen veiligstellen voor de beursval. Dus het is verdwenen. Verdwenen. Weg, Fucci weg. En niet alleen gaat het om die 17 miljoen 800.000. Nee, het gaat ook nog eens om die 53 cent. Nee, meneer Vermeulen, dat heb ik u toch uitgelegd? Meneer Vermeegen, over het verdwenen kapitaal moet nog wel belasting worden betaald. En dan gaat het om zo'n slordige 9 miljoen er nog eens bovenop. Pats! Boom! Er bovenop. Dat is dus een dubbel gat. Rats! Pats, hadse flat. Dat loopt dus naar de 30 miljoen. Maar het goede nieuws is... Is? Dat van die belasting, dat hoeft pas volgend jaar. Toch nog een meevallertje. Hoi. En Tjebbe was het, hè? Ja, meneer. Tjebbe. Nou, ze... Heel goed dat jullie hier naartoe gekomen zijn. Heel goed. Heel, heel goed. Dank u. Dank u. Erg goed. Dank u. Dank u. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hebben jullie hier met iemand over gesproken? Nee, nog niet. Niemand? Nee, bedachten we vertellen het eerst aan u. Leek ons wel zo netjes. U zult wel schrikken. Dachten wij. Dus laten we het even laten inwerken. Ja, zodat u een beetje aan het idee kan wennen voordat de bom barst. Welke bom? Nou ja. Welke bom? Dat zullen de aandeelhouders wel niet zeggen. Ja, of de raad van bestuur. Om nog maar niet te spreken van de belastingen. En Tina. Tina. Tina van de kantina. Dat heeft ze nooit leuk gevonden, hè? Nee. Nee. Maar? Nou ja, we moeten natuurlijk wel achter zien te komen wie hiervoor verantwoordelijk is. Ja, natuurlijk. Toch? En jullie hebben er met niemand over gesproken? Nee. Nee. Dus? Dus? Nou, dus wat gaan we eraan doen? Ja, wat gaan wij hier aan doen? Nou, weet je, ik vrees dat jullie reis voor niets is geweest. Voor niets? Voor niets? Voor niets, er is helemaal niks aan de hand. Niet? Niet? Nee, dat kan ik uitleggen, omdat wat er uit de waterleidingen van Dubai komt, vloeiend goud, is
dat tenslotte enorm heet water is goud dus, heeft de emir besloten bij het bouwen van het gebouw dat de aanschafkosten en de installering diverse keren overgeschreven moesten worden om de gastarbeiders uit India en Afrika legaal aan de slag te kunnen houden, ondanks de crisis waar het land zich op dat moment plotseling in bevond. Hetzelfde over met hetzelfde bedrag als onze investering verlaagd, en daarna moest de BTW er worden uitgehaald, om het resterende bedrag als kosten op te kunnen schrijven. En dat dan op de ouderwetse manier, vanwege de zenuwachtige shareholders van dit project, dus van dagboek, Nationaal Post, terug naar grootboek, door via afschrijving en weer terug via Sharon Holt. Jullie begrijpen natuurlijk ook wel dat het dan van aansprakelijkheid geen sprake is, omdat het om overgebleven rente gaat, die als laatste in de reeks wordt gerangschikt en vanwege de gelijkheid gezien als activa. En jullie begrijpen natuurlijk ook wel waarom de bieders in de tweede investeringsronde hun bod bewust laag hebben gehouden. Dus omdat het dan logischerwijze niet onze verantwoordelijkheid is, het bedrag aangehouden en gemarkeerd als zijn de fantoombedrag, snap je? Kunt u dat misschien nog een keer herhalen? Die 18 miljoen heeft helemaal nooit bestaan. Niet. Ja, dat snap jij toch wel? Nee, eerlijk gezegd snap ik dat niet. Harry, je bent hoofd van de boekhouding. Ja, maar... Kan me nog niet vertellen dat je zo'n simpel basisverhaal niet snapt. Nee, het is heel logisch, ja. Dus. Ja. Vertel jij het maar, Harry. Maak het verhaal maar af. Nee, ga uw gang. U was net zo lekker op dreef. Dat betekent, beste Tjebbe, dat er helemaal geen gat is. Toch, Harry? Nee. Ja, virtueel is er wel een gat. Ja, maar dat is alleen maar virtueel. Er is niks aan de hand, gewoon een fantoombedrag. Gewoon een fantoombedrag. Zo. Maar... En nu jullie toch hier zijn, nodig ik jullie uit om het weekend gezellig bij ons aan boord te blijven. U bedoelt? Nou, wat ik zeg, neem het ervan. Jullie zijn betrouwbare werknemers. Moet je als werkgever belonen, hè? Zoek een zwembroek uit, er is vast wel een slaaphut over. Nee, ik denk... Harry. Je zal mijn vrouw en mij een enorm plezier doen. Ik sta erop. Kunt u het ons nog één keer uitleggen? Laat het los, Tjebbe. Harry? Nee, mijn vrouw die... Dan kunnen we het ook nog over die promotie hebben. Promotie? Die er dik zit aan te komen. Oh ja? Ja, maar dat moet je niet zo moeilijk doen. Nee, natuurlijk niet, nee. Nou ja, als ik u niet ontrief. Ik bedoel, ik vind het een... Ik vind het een prachtjacht. Prachtjacht. Wat zeg jij, Tjebbe? Toch zou ik nog even met u willen gaan zitten. Die investering is klaar. Ik wil er niet over horen bij Bergen. Roy maakt wel een hut voor jullie klaar. Oh, Harry. Meneer. Het is maar goed dat jullie het met niemand over gehad hebben. Oh, nee. Nee, het is zo gênant geweest. En zo'n blunder. Oh, nou, zo, zo zeg. Maar Harry, snap jij het nog? Ja, ja natuurlijk, ja. Eerlijk? Dat hoeft toch niet? Tjeb, het is een heel logisch verhaal. Dan moet je hoofd van de boekhouding moet zijn om het te begrijpen. Ik begrijp het niet, begrijp het ook niet. Iris, wat denk je? Zou dit maar staan? In een donkere kamer? Zeg, stel, waar heb je hem eigenlijk vandaan? Wat? Die rooi van jou, van de his, waar? Er zat bij de boot inbegrepen. Nou, goed. Daar zijn de mannetjes van de cijfertjes. Zijn we er een beetje uit? Is dat financieel weer in de nopjes? Ja hoor, ja. Kijk eens aan, Stella. Kan jij de nieuwe titel kopen? Ja, met mij. Roy, ik denk dat je helpt jullie in dat bootje. Dat is belangrijk. Oh nee, dat is niet nodig. Je bedoelt? Wat ik bedoel? We moeten blijven. We hebben een probleem. Jullie moeten blijven? Jullie blijven. Is dat een probleem? Nee, natuurlijk niet. Ja, zeker wel. Nou en of? Die Harry van Meulen weet alles. Meneer heeft me uitgenodigd. Gezellig. Jullie hebben ook. Wat? Tjebbe ook. Mij ook. Dat zeg ik. Gezellig. We hebben geen plaats. Zat. Jullie blijven lekker aan boord. Ze blijven aan boord. Niets daarvan. Moet je zeker wel. Meneer van Meulen een andere keer heel graag, maar niet vandaag. We hebben plannen. Dat zal. Ze kunnen geen kant op. We zitten midden op zee. Die Harry van Meulen moet dood. Wat? En die Tjebbe ook. Perfect. Jij gaat naar kantoor, vernietig alle papieren, delete alles van de server. Begrepen? Nee. Ja. Begrepen? Ja. Begrepen? Dat zeg ik. We zijn de zakkers te gaan praten. Is iemand om mee te praten? De meneer accepteerde echt geen nee. Is hij nou helemaal gek geworden? Maak je geen zorgen, ik vermoord die twee geen haandier naar kraai. Ik heb niet de indruk dat mevrouw graag wil dat we blijven. Oh, Harry, trek je van mevrouw maar niks aan. Hoor. Alles wat zij zegt gaat er bij mij hierin en vloep aan de andere kant gewoon weer uit. Ik zeg, ik sla ze de kop en ik gooi ze voor de haaien. Oh, no. Kom, dan laat ik jullie je hut zien. Vernietig jij nou maar het bewijs. Ben jij niet goed bij je hoofd? Wat bedoel je? Mag ik er even langs? Je gaat toch niet iets een meal uitnodigen voor het weekend? Alsjeblieft. Waarom niet? Jullie gaan toch niet moeilijk doen, hè? Snap dat nou? Nee hoor, nee. Ik ga die twee niet entertainen. Dan ga je maar ergens anders zitten. Of klim in de mast. Dat is je gegaan. Oh ja? Ja. Betrouwbare werknemer. Het is de grootste klunst die ik ken. Capabel. Ha. Adequaat. Ha. Recht door zee houdt zijn hoofd er altijd bij. Oh. Alle hands aan dek. Heb je je pijn gedaan? Nee hoor. Harry! Oh, daar is jullie hut. Is de linge maar lekker. Oh no. Oh, en trek een zwembroek aan en zie elkaar boven aan dek. Ja, meneer. Harry. Meneer. Dit weekend is het gewoon onno. Gewoon onno. Geen meneer van Meegen, maar onno.
En Stella en Iris. En Roy, we mogen Roy niet vergeten, toch, Onno? Huh? En Roy? Stella's nieuwste aanwinst. Roy. Oh, nou, wat een heel gezellig tripje. Ik kan niet wachten. Toch, schat? Toch, schat? Ja. Nou, dan gaan we maar even. Oeh, het is wel hard gemist. Harry, woesh, woesh. Of je hut in wil gaan. Oh, ah, natuurlijk, ja, woesh, woesh. Logisch. Mijn hut, ja. Mijn hut, die was hier toch? Oh! Oh. Oh. Het wordt heel ingewikkeld met die Harry. We verzinnen wel wat. Zo. Zo. Tjebbe. Meneer Vermegen. Ja? Ja, sorry dat ik het zeg, maar uw verhaal. Wat is daarmee? Nou, van dat gat. Ja. Nou, dat is toch niet helemaal correct? Oh, nee. Nee. U weet toch net zo goed als ik dat uw hele verhaal, ja, hoe zal ik dat zeggen, een beetje rammelt. Rammelt? Ach, meneer Vermegen, het hele relaas over shareholders en journaalposten en investeringsrondes. Dat is toch allemaal flauwekul? Oh ja? Ja. Misschien dat u Harry aan het lijntje kunt houden, maar mij niet. U kunt maar beter de waarheid zeggen. De waarheid? Voor mijn eigen bestwil. Dan kunnen we er misschien nog iets aan doen. Het is uiterst strafbaar en u wil de gevangenis toch niet in? Nee, natuurlijk niet. Weet je het, Jebbe? Meneer? Kijk nou eens naar de zee. Kijk nou eens. Ja? Nou, als jij die zee nou zo ziet, dan begrijp jij toch ook wel dat ik de gevangenis niet in kan? Nee? Nee, dat zou ik niet overleven. Nee. Jij wilt de waarheid, het Jebbe? Ja. Ja. Nou ja. Nou, die ligt daar beneden. Beneden? Ja, kijk maar eens goed. Want ik wil niet dat die naar boven komt. Wat was dat? Geen idee. Heeft u Tjebbe gezien? Tjebbe, nee, geen idee. Nee, oh. Harry! Meneer Vermegen. Wat heb ik nou gezegd? Wat heeft u nou gezegd? Dit weekend is het... feest. Onno! Onno? Onno! Dit weekend is het Onno? Geen meneer Vermegen, maar Onno! Oh, ja, ja, dat heeft u gezegd. Jij? Ik? Dat heb jij gezegd. Heb ik dat gezegd? Het is geen u, het is jij! Oh, hij denkt natuurlijk. Oh, no, nou, ja. Ga maar naar boven spelen, hè? Ja, dus u heeft Jebbe niet gezien? Nee, ze gaat het omkleden. Oh, ja, ja. Dag, Harry. Dag, Onno. Dag, Harry. Dag, Onno. Dag, Harry. Ja, dag, Onno. Ga. Ik weet niet, op de ene of andere manier weet ik niet. Ik zeg maar niet wat... wat de, oh, u staat op een flipper. Zeg, Royboy, hoe lang doe je dit werk nou eigenlijk al? Vanochtend begonnen, mevrouw. Ja, dat zei je al. Maar ik bedoel meer, hoe lang zit je nou in de business? Sorry? Of zal ik maar zeggen, de wilde vaart. Roy heeft heel veel ervaring. Ja, dat zal. En wat dacht jij, ik verander van koers? Nou, ik ga eens even lekker aan de snor. Aan de, oh, het is hier grappig. Het is... Oh, ha, het is hier heel erg... Ah! Harry, ga je zwemmen? Ja. Ja, Harry heeft besloten om de boel eens een keer lekker... Oh, nou zeker. En ik heb dit al zo lang niet meer gedaan. Tjebbe is er ook gek op, hè? Tjebbe, op het zwemmen. Tjebbe, die gaat al 3 keer per dag. Ja, waar is hij eigenlijk? Ja, waar is hij eigenlijk? Als het maar iets voor je doet. Ik heb nog wat instructies gevonden voor het snorkelen. Oh. Ja, wat kan ik voor je doen? Ik dacht, misschien wil meneer iets drinken. Hè? Huh? Nou, misschien straks. Hou mijn vrouw maar tevreden. Als u dat wilt, misschien een martini. Straks. Whisky, voor op het dek. Straks, hoor. Straks. Thank you.
dan denk ik dat ik het zo wel bij elkaar heb. En dan gaan wij eens even lekker aan de snorkelen. Oh, ik ga het eraan. Veel meer. Oh, ba. Hij gaat verder. Ba. Ba, giba. Oh. Mag ik van u een. Mag ik van u een. Een boterham. Hallo. Mag ik van u een. Boterham met de soep. Lekker, mag van zo. Ja. Dat is een boel vis. Oh, kijk, daar heb je twee maatjes. Oh, Iris, kijk dan. Een hele grote, dikke potvis. Oh. En daar heb je Flipper. Oh, dat is lang geleden. Weet je dat nog, Flipper? Dat is lang geleden, hè, Flipper. Oh, daar heb je Flipper. Flipper, hij is een helse. Wat een zo, dat was vals. Nou, dat is goed. Dus even kijken. Dus rustig ademhalen. Horizontaal blijven liggen. Niet in paniek raken. En dit is het teken voor alles is oké. Nou, dan gaan we maar eens. Eens even kijken hoor, dat gaat niet wel. En 1, 2, oh, daar is het! Onno, Onno ligt in het water! Snel, iemand! Onno kan niet zwemmen! Niet zwemmen! Schiet dan toch op, doe iets! Ja, ja. Moet je het nu vast? Oh nee, maar zeg. Nee, maar Iris. Iris. Iris! Tussen een verhaaltje vertellen. Ter afleiding. Jawel, wat helpt. Luister maar. Dat doet me denken aan die keer dat mijn tante met mijn moeder lege flessen ging weggooien in de flessenbak. Dan zou je kunnen denken, wat heeft een flessenbak nou te maken met iemand die bijna verdrinkt? Schiet dat nog op, idioot! Oh, u kent hem al! Je hoort hem toch! Hij schiet moord en brand! Brand! Brand in de branding! Daar, nee. Pak het dan! Ha ha ha!
kon dit nou toch gebeuren? Oh, neemt u niet kwalijk, mevrouw Van Meegen. Het spijt me zeer. Het was niet de bedoeling. Ik dacht, ik wilde gaan snorkelen. Dat was u bij me. Toen was u te slapen. En meneer Van Meegen. Maar ik mag Onno zeggen wat hij zegt. Zeg nou, zeg jij nou maar gewoon Onno voordat je... En ik stond, geen idee dat hij zo vlak achter me stond. Het enige wat ik had gezegd, 1, 2, 3... Sorry, Roy, sorry! Ik heb erop, meneer Van Meegen. Houdt zich maar aan mij vast. Ja, Onno, trek hem maar eens goed in zijn torso. Ik ga me omkleden. Lijkt me voor jou geen slecht idee. En voor jou ook niet. Nee, natuurlijk niet, mevrouw Vermeer. Neemt u me niet kwalijk. Ik zal alles opdrogen en dweilen. Volgens mij had ik hier handdoeken zien liggen. Dat zal ik zal zorgen dat alles zo snel mogelijk weer droog mag. Ik vind dat wel heel erg vervelend. Oh, dankjewel. Hier is... Eerst maak ik meneer van Monno zenuwachtig over de zaak. En dan donder ik hem ook nog eens een keertje overboord. Zenuwachtig over de zaak? Wat dan? Oh, nou, het is niks. Denk ik. Harry! Hoop ik. Harry! Ik ben van de helft mede-eigenaar van Webber & Co. Ik wil het graag weten. Nou, het leek er heel even op dat... Nou ja, even leek het erop alsof er geld was verdwenen. Het leek erop alsof er geld was verdwenen in de Dubai-deal. Maar meneer Van Monno heeft me alles uitgelegd. Het komt allemaal in orde, er is niks aan de hand. Die 18 miljoen, die komt gewoon weer terug. 18 miljoen? 17 miljoen 800.000. 17 miljoen 800.000? En 53 cent. En Onno wist ervan? Ja, hij heeft het uitgelegd. Hè? Hij heeft het uitgelegd? Komt allemaal in orde. Wat heeft Onno uitgelegd? Ja, het was geregeld. Ik dacht dat er geld was verdwenen, maar het was een misverstand. Is dat zo? Ja, het was een fantoombedrag. Oh, jij had het ontdekt. Ja. Nee. Eerlijk is eerlijk. Nee. Tjebbe had het ontdekt. Tjebbe die komt op een dag naar me toe. Die zegt, kijk maar toch eens naar deze papieren, meneer Vermeulen. Dat klopt toch iets niet? En toen Tjebbe die zegt, Tjebbe... Maar is hij toch? En toen? Toen zagen we dat gat van 18 miljoen. Maar? Het geld was niet weg. Ja, het was wel weg, maar het was virtueel een uitdaging voor de shareholders om er geen gastarbeiders mee lastig te vallen of zoiets. Het was een heel ingewikkelde zaak, maar we losten het wel op. Momentje. Sukkel, dit was de uitgelezen kans. Maar ik kan toch moeilijk zijn kop onder water houden als iedereen staat te kijken? Ik zeg je, we kunnen het maar beter snel doen. Die Harry maakt het ons alleen maar moeilijker. Ik word gek als ik niet bij je ben. Oh. Wow, aan het werk! Stella, je bent helemaal vochtig. Ja. Die sukkel van een Roy verliest evenwicht. Ja, het is ook zo'n wankele boot, hè? Nou, hij viel op me. Ja, dat zal. Veel te klein bootje, veel te instabiel. Je moet Onno vragen om een grotere te kopen. En dan nu, dames, zou ik graag een begin willen maken aan een ontspannen weekendje uitvaren. Stel, je bent helemaal nat. Ja, kom nou zeg. Wie heeft jou nou net gered van de verdrinkingsdood? Onno, ik moet met je praten. Niet nu. Ja, maar het is dringend. Ik moet je iets zeggen. Straks. Straks? Wat nou straks? Waar gaat dat over? Wat? Oh, dat ging over de zaak. Een familiekwestie. Hoewel ik hem ook nog over een andere kwestie wil spreken. Ook een familiekwestie overigens. Ja? Ja, maar het is moeilijk hoor, om het goed af te wegen. Je kan met Onno maar één onderwerp tegelijk aansnijden. Wat zal ik nou eens kiezen? Familiekwestie. Oh, ik bedoel natuurlijk, daar ben je, Onno. Daar stond je weer zo vlak achter, maar dat kan gevaarlijk zijn. Heb je zojuist wel gezien, hè? Ja. Moet je niet doen, voordat je het weet gebeurt er ongelukken. Ja. Dat willen we niet hebben. Nee. Zo'n mooie boot. Ja. Zo'n fijn weekend. Ja. Hier. Ja. Dat willen we niet hebben. Nee. 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 Nee.
Moet u poepen? Nee. Heeft u Tjebbe gezien? Tjebbe? Ja, klein mannetje, kaal. Ja, die zit in zijn hut, die is zeeziek. Ach, ja. Oh, galligje? Huh? Galligje? Oh. Galligje doen, ja? Huh? Mannetje, nekje, knapje, stokje, dood. Ja? Ja, leuk. Ah, leuk, gezellig. Oh, dat is lang geleden. Wat hebben we nodig? Nou, Nee, gek, het pen en papier. Pen en papier? Ja. Voor? Laatste wens? Hé? Bekentenis? Wat? Laatste groep? Oh, je bent al begonnen. Dat lijkt veel meer op. Ik heb iets in gedachten en je moet ook leuk. Maar ik dacht, omdat je met dat gal... Ik denk, je staat met gallig... Je wil galligje... Ik denk, je wil... Oh, volgens mij had ik hier pen en papier zien liggen. Ik zal eens even kijken. Schiet op. Onno is alleen boven. Je moet het nu doen. En die Harry dan? Nou, er ligt van alles in deze kist. Maar pen en papier, ho maar. Die is gaan snorkelen. Eén klap en hij ligt overboord met een ingeslagen schedel. Is een wonderlijke collectie, hoor. Het zal lijken alsof hij met zijn hoofd tegen de wand van het schip is gevallen en toen is verdrokken. Schiet op. Geen tijd te verliezen. Nou, echt niet. Kom maar even hier. Ik denk dat Roy wel een pen heeft. Roy! Roy, jij kan misschien pen en papier voor mij. Onno en ik willen graag even galligje spelen. En, oh nee! Ik had al weten waar ik het moet halen. Ga die idioot achterna en zorg dat hij terugkomt. Ja, meneer. Sukkel. Schiet op! Ik kan me niet wennen, dat lage lampje. Heb je pijn gedaan? Nee hoor, nee. Oh. Beetje laag lampje, dat is alles. Maar mooie boot! Mooie boot, Onno ligt vast aan mij. Heb jij misschien pen en papier? Heb ik misschien pen en papier? Kijk eens. Dankjewel. Iris. Harry. Wat doe je nou weer? Iedereen weet dat je fles champagne niet op de kop moet houden. Dat weet ik zelf, sukkel. Als je hem nou openmaakt, dan weet je wat er dan gebeurt? Pssst, dat willen we niet hebben. Dat is dood, zonde. Laten we dan maar even rustig tot rust komen in de koelkast, hè? Kijk eens. Eens even denken. Een E. Nee. Geen E, een N. Nee, nee. Ook geen N, een A. Nee, Harry, nee, nee, nee. Ook geen A. Dat is wel een hele moeilijke, zeg. Ik hang al bijna. Nee, Harry, stop. Ik wil helemaal niet met je spelen. Niet? Nee. Oh. Nou, dat geeft toch niet? Nee, dat is toch niet erg? Nee, dat voor mij hoeft het echt niet, hoor, Onno. Zeg dat dan meteen. Zal ik de pen maar weer terugbrengen naar Iris? Iris? Uw zus? Mijn zus? Ja, in de werkhut. Wat? Papieren, geloof ik, zaken. Iris zit in mijn werkhut? Ja, hoeveel werkhutten zijn er? Wat? Niet dat het een kleine boot is of zo, Onno, dat bedoel ik niet. Het is een hele grote boot. Nee, het is geen kleintje. Iris! Onno! Waar denk je dat jij mee bezig bent? Ik zit ook nog in de zaak, broertje. Het zijn ook mijn belangen. Je komt maar naar de aandeelhoudersvergadering. Waar ben jij mee bezig? Het zou toch van de gekken zijn als Jan en Alleman zomaar, ongevraagd, onaangevolgd, met zijn neus in mijn papieren zou gaan zitten? Jan en Alleman, je bloedeigen zus! Het gaat je niks aan. Het gaat me wel degelijk iets aan. Voor de helft van de aandelen gaat het mij wat aan. Ja, niet nu. Oh, prima. Als je het zo wil, kan je het ook zo krijgen. Ik bel mijn accountant en mijn advocaat en die zullen alles eens een keer haarfijn uitpluizen. Wat jij ook in je criminele schild voert. Ik wil er geen deel aan hebben. Waar heb jij het over? Harry heeft me alles verteld. Alles verteld? Harry! Harry! Ik dacht dat wij een afspraak hadden. Een hele duidelijke afspraak. Ik had je gezegd dat je alles aan
aan mij kan overlaten. En dan bedoel ik ook alles. Ja. Hoe? Nou. Waar komt dit nou vandaan, Onno? Huh? Dat is toch levensgevaarlijk? Zoiets kan je zomaar van boord slingeren. Harry, we hadden afgesproken dat je weekendje rust zou krijgen. Ik heb je gezegd dat je geen zorgen hoeft te maken, dat je alles aan mij kunt overlaten. Ik heb je uitgelegd hoe de vork in de steel zit, dat het zakelijk een prima constructie is. Ja. Dan laat het dan los. Nou, mijn zus naar buiten. Uw zus. Iris. Iris. Mijn zus, Iris, ja! Ik weet heus wel wie dat is, hoor. Nou dan. Wat? Je hebt haar alles verteld. Oh, dat. Ja. Oh, ja. Ja, ja. Ja, dat, ja. Oh, ja. Ja, maar, ja. Maar, ja. Maar, oh. Maar, oh, oh, oh. Maar, dat is... Wow, wow! Dat was omdat ze zei dat ze mede-eigenaar was. Is natuurlijk, want ze is het nog steeds... Raar eigenlijk dat je dan zegt, ze zei dat ze mede-eigenaar was, als het nog steeds is, hè. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen, ze zei dat ze mede-eigenaar is. Maar dan lopen er weer twee tijden door elkaar. Ze zei dat ze is... Harry! Onno! Laat het los! Kijk nou, ik bloed, volgens mij, dat komt van dat roddy. Dan heb ik jou gewaard, ik heb je gewaard. Ik zei, volgens mij, ik zag hier pleisters en... Ik zal eens even kijken, kijk, er ligt hier van alles in deze kind. Nou ja, Onno! Wat is dit nou? Harry! Leg nog! Ja, maar dit is toch levensgevaarlijk? We kunnen er nog meer, maar ik ben niet het enige. Het is spekkelig als we hier kinderen aan boord komen en het is ongelukkig. Dit pistool is alleen maar bedoeld voor als het schip in nood is, niet als er mensen aan het verdrinken zijn. Oh! Hallo! In plaats van met elkaar het schip vaartreglement door te nemen, is het misschien een aardig idee om ons uit het water te vissen? Oh ja, natuurlijk, Onno, ik kom eraan! Kijk eens! Zo heb je je natje en zo heb je je... Gaat het weer een beetje, Onno? Ik wil jouw stem vandaag even niet meer horen. Nee, Onno. Vermegen. Meneer Vermegen. Maar ik dacht dat... Dat dacht je dan verkeerd. Van jou spreek ik ook wel. Reken maar, broertje. Ja. Ja? Kan iemand mij misschien even over de rand wippen? Hé, ja, natuurlijk. Dat niet jij! Oh, Harry, je hebt geen idee wat voor vaarwater je terecht bent gekomen. Het is een draaikolk van emoties. Ze moeten schoon schip maken. Ja, ja, ja. Ze zijn tussen de wal en het schip gevallen. Dat wordt schipperen. Oh, maar wat? Ik heb geen idee waar het schip strandt. En dan mag jij ja, maar je hebt ze allemaal. Nou nee, maar dat zijn er geen meer over. Jij moet heel erg uitkijken, jij vervelende, misselijkmakende klier. Dat staat als een paal boven water. Nog één faux pas en jij vliegt van boord. Het water staat haar tot aan de lippen. Ik voel het aan mijn water. Ik ga nooit meer mee varen. Nou, dan verkoop je toch gewoon... De boot! Oh, nou, ik moet zo direct wel even mijn verontschuldigingen aan mevrouw aanbieden, hoor. Zeggen dat ik mezelf niet was. Ach, in tegendeel, Harry, je bent juist jezelf. Het lijkt erop alsof dit tripje ervoor gaat zorgen dat we allemaal een andere koers gaan varen. Dit was niet de bedoeling! Dit was niet de bedoeling. Ik weet niet wie een grotere sukkel is. Zij, het is geen makkelijk mens, hè? Die Harry? Die mevrouw Vermegen. Of jij? Zij? Ik? Jij? Stella? Nee, bedoel ik. Wat heet ze? Ik moest zo lachen. Ik kon er niks aan doen. Ik kon er niks aan doen. Zij met die Roy van der. Nee. Stella, ik kon er niks aan doen. Die kon er toch niks aan doen? Maar die vent die loopt me steeds voor de voeten. Wie, Roy? Oh, die vent die loopt me steeds voor de voeten. Ja. Liefje. Ze mogen elkaar in ieder geval niet. Wat, lieve schat, het zijn lovers. Echt niet. Ik doe het toch allemaal voor ons? Je hebt ze horen praten. En? Nou, dat was geen liefde. Het was lust. Lust? Ik wil je. Ze willen. Weet je dat zeker? Weet je dat zeker? Heel zeker. En Onno? Onno? Die moet weg. Die heeft zo'n eigen geheimen. Met mij. En dat gaat ook gebeuren. Dit loopt helemaal fout. Dit loopt helemaal fout. Nee, het gaat lukken. Ik krijg het wel voor elkaar.
En Iris? Met Iris. Iris? Harry? We blijven bij ons plan. Ik blijf. Tjebbe, waar zit je toch? Ik vertrouw het hier niet meer. Iris wordt wantrouwend. Wat zeg je? En ondanks dat het mijn broer is. Ik hou van je. En van hem hou. Nee, toch. Het komt allemaal goed. Ik hou van je. Het komt allemaal goed. Wat bedoel je, donkerhok? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Natuurlijk wel. Knock-out, maar waar ben je dan nu? Natuurlijk wel. Hè? Precies. Of het allemaal nog wel goed komt. Het moet. Het moet. Wat, meneer Vermegen? Hij weet te veel. Weet ik veel. Van de zaak. De zaak mag niet loes worden. Loesje zaak. En die Harry. Die Harry. Daar wil ik niks mee te maken. Daar wil ik niks mee te maken. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Jij het regelen? Jij het regelen. Laat het maar aan mij over. Ik pak Harry. Wat zeg je? Als jij voor die Harry zorgt. Nee, toch. Oké dan. Harry moet weg. Ik moet weg. Zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Hij moet dood. Hij moet dood. Hij moet dood. Wie moet dat dood? Harry. Onno. Harry. Ik? Topje kleiner. Wie wil me dood? Ik. Harry! Oh no! Go. Nee! Rust! Ha! Stella, hoe kan je nou zo rustig blijven liggen? Want die Harry die gooit alles in de war. En waar is de andere eigenlijk? Die Tjebbe, is hij van boord gegaan? Die zou toch ook blijven? Ons hele plan gaat aan haai. Wat nou als het mislukt? Of erger nog, wat nou als ze onder erachter komt? Dan kunnen we mooi inpakken met z'n tweeën. Ik ben het zat, Roy. Het moet nu gebeuren. Ik weet het. Ja, ik weet het. Je had het al lang kunnen doen. Ik heb het toch al een paar keer geprobeerd. Oh. Ja, maar het mislukt steeds hopeloos. Je had wel wat dat krachtiger te werk kunnen gaan. Ja, want daar hou je wel van, hè? Wat dacht je dan, Toy Boy? Mm. Ik kan ook niet wachten tot ik helemaal voor mezelf heb. Ach, niet lang meer, lieveling, niet lang meer. We moeten voorzichtig zijn. We moeten Iris uit de buurt houden. Ja, en die Harry. Kan jij Iris niet verleiden en om de tuin leiden? En jij die Harry zeker? Harry? Ik dacht het niet. Dan moet je eens even heel goed naar mij luisteren. Je hoeft je nergens meer zorgen over te maken. Kom hier, jij. En wat bedoel je? Ik heb Onno net een lekker kopje koffie gebracht. Had hij zoveel zin in? Ja, nou en? Lieverd, ik ga echt niet wachten tot jij eindelijk iets klaarspeelt. Ik kan zijn handschrift heel goed nadoen. Ik sluis al jaren bakken met geld van de rekening. Hoezo, wat dan? Ik heb een afscheidsbriefje geschreven waarin staat dat hij het allemaal niet meer ziet zitten. Oh. Het zal op zelfmoord lijken. Stella? Wat? Ik heb pillen in zijn koffie gedaan. Genoeg om 10 buffels in 1 klap om zeep te helpen. Stella? Wat? Gif, lieve schat, gif in zijn koffie. Tjebbe! Gif! Eindelijk vrij. Stella! Tjebbe! 3, 2, 1, Tjebbe! Oh, meneer Vermegen, mag het heel even Onno zijn? Oh, toch, meneer Vermegen dan maar. Oh, meneer Van Onno? Meneer Van Onno, zou het heel even... Ik zie het niet meer zitten, mijn leven is niks meer waard. Ik afscheid neem van... Oh nee! Nee, wat is dit? Wat zijn dit? Dit zijn pillen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Uitspugen, niet doorsteken. Uitspugen. Oh, dat komt natuurlijk door mij. Ik had dat van die 18 miljoen ook niet moeten zeggen. Harry. Tjebbe. Tjebbe, meneer Vermegen. Meneer Vermegen heeft zelfmoord gepleegd. Ja, hij zit hier naast me dood. Nee, dat weet ik niet zeker. Maar ik denk van wel. Nee, nou, dat komt omdat hij... Tjebbe, waar zit je nou toch? Weet je dat ik je wel al meer dan een uur aan het zoeken ben? Heb je dat dan door? Wacht even, blijf hangen. Nee, niet neerleggen. Ik zet je op de speaker. Kun je me verstaan, Tjebbe? Kun je me verstaan? Meneer Vermeulen, wat doet u? Bewegen. Hij moet bewegen. Wakker houden, bewegen. Hoezo bewegen? Ja, dat heb ik wel eens gezien in een film. Bewegen, wakker houden. Niet in paniek raken, meneer Vermeulen. Nee, je hebt makkelijk praten, jij. Ademt-ie? Hoe weet ik dat nou? Wacht. Oh nee. Oh, nee, Tjebbe, ik geloof van niet. Oh,
Oh, nou denken ze natuurlijk dat ik het heb gedaan. Ja, natuurlijk denken ze dat ik het heb gedaan. Rustig nou, trek geen voorbarige conclusies. Nee, dan doe ik dat hier niet. Wat? Geen voorbarige conclusies trekken. Hij heeft een overdosis genomen. Ja, hoe weet je dat? Hoe weet ik dat? Omdat ik het bewijsmateriaal hier in mijn handen heb. Bewijsmateriaal in mijn handen. Ik heb het aangeraakt. Mijn vingerafdrukken zitten erop. Oh, nou denken ze zeker dat ik het ben genezen. Meneer Vermeulen, wat doet u? Nee, jij mag niet praten. Jij zit hier niet met een lastig lijk opgescheept. Harry! Wat is er? Harry, geef dan antwoord. De brief. De afscheidsbrief. Meneer Vermegen. Harry! Meneer Vermegen, is alles in orde? Meneer Vermegen! Ja. Nee, ja. Maar, heeft u groot gelijk in, Meneer Vermegen, deze is echt een stuk lekkerder dan die van pure chocolade. Roy. Meneer Vermegen, of eigenlijk Onno, ik mag namelijk Onno zeggen, die liet mij net een overheerlijke bonbon proeven. Bonbon? Ja, heerlijke vulling, heerlijk zalig. Meneer Vermegen, wel niet zo gelegen, Roy. Harry. Hachi. Meneer Vermegen had... Wat? Had. Hoe? Tjoe. Hachoe. Hachoe. Iets te lang in de winter gestaan. En ik zeg nog zo, trek nou toch een trui aan. He, maar en niet doen, hè. Eigenwijs zijn als dat hier is. Niks. En dan dit. Ook hier kan het keel zijn. En wat krijg je dan? Voordat je het weet, heb je het. Doe nog maar één keer. Hij zit hierboven. Ik voel hem. Laat hem maar komen, ja? Goed zo. Ja. Goed zo. Ja. Ja, yes. Dag, Roy. Onno en ik. Wij willen nog graag wat bonbons proeven, dus. Wilt u graag dat ik wegga, meneer Vermegen? Meneer Vermegen? Roy wil graag weten of je wil dat hij weggaat, Onno. Nou, kijk eens aan. Ik zou je zeggen, adieu, paraplu. Jebbe, schiet nou toch op. Maar waar zit je nou toch? Ja, hier, maar geen idee waar ik ben. Wat bedoel je? Vermegen heeft me 3 keer op mijn kop geslagen en toen ergens weggestopt. Wat, hier aan boord? Ik zie geen hand voor ogen, maar ik voel hier wel een hendel. Ik probeer het los te wrikken. Kijk intussen of je iets kan vinden dat naar die 18 miljoen lijkt. Zoek eens een papieren. Ja. Stel, waar is Onno? Onno is in hut, denk ik. Ik ben het zat, deze familie, weet je dat. Ik heb heel veel zin om eruit te stappen. Grappig. Wat? Dat je dat zegt. Onno zei vanochtend precies hetzelfde. Ja. Wat is er, Roy? Niks. Nee, het gaat helemaal prima. Ja, Stella. Ik bedoel natuurlijk mevrouw Vermegen. Jullie twee, jullie denken toch niet dat het niet opvalt, hè? Dat ik het niet door heb. Het is te pathetisch voor woorden. Maar doe maar lekker, hoor. Ik ga naar Onno. Prima. Nee. Jawel, ga maar naar Onno, Iris. Nee. En waarom mag ik niet naar Onno, Bondboy? Omdat, gewoon omdat. Het is juist goed, Roy. Laat het nou maar gaan. Jij denkt dat ik het ga vertellen, hè, tegen Onno. Wat? Ik weet alles. Alles? Alles? Ja, alles, schoonzusje. Wat denk je nou zelf dat ik mijn oog in mijn kont heb en mijn oren vol met olijf heb gepropt? Ik weet hoe jullie bezig zijn. Tot hoog tijd dat Onno dat te horen krijgt. En dat niet alleen. Broerlief moet zelf ook nog het een en ander verantwoorden. En zodra we dat opgelost hebben, stap ik van boord en wil ik jullie nooit meer zien. Nee. Laat het nou maar gaan. Dit is perfect. Zus vindt broer dood in hut. Ja, maar hij leeft nog. Hij leeft nog. Wat? Onno leeft nog! Hoe bedoel je, hij leeft nog? Nou, gewoon precies zoals ik het zeg. Kijk, ik weet niet wat er gebeurd is, maar hij zit daar binnen springleven mijn bonbons te testen met die achterlijke Harry! Bonbons te testen? Ga dan zelf kijken, ze zitten met z'n tweeën in die hut. Onno met die gek! Onno?
me. Ik weet dat je daar bent. Een momentje, zus. Ik moet nog het een en ander met Harry bespreken. Ja, en dat moet ik ook met jou, als je dat maar weet. 2 minuten en dan gaan wij zitten. Iris. Iris, ben je daar nog? Iris. Jij bent helemaal gek, jij. Jij ziet spoken. En toch is het echt zo. Soms weet ik niet of jij niet zelf een dubbele agenda hebt, Roy Boy. Wat is er nou voor onzin? Heb jij enig idee hoe groot die dosis van gek was die ik in die koffie heb gedaan? Het kan me niet schelen hoe groot het was. Hij zit daar binnen bonbons te eten. Bonbons, bonbons. Er zijn helemaal geen bonbons. Ja, misschien moet het nog gebeuren. Misschien moet het inwerken. Dat kan helemaal niet. Zodra het in je maag komt, ben je weg. Daar. Het is gebeurd. Ja, werden dat hij dood is, hij viel op de grond. Met Harry Vermeulen als getuige. Dit is perfect. Onno, ben je daar, liefje? Onno! Ga naar de gevangenis, ga niet langs af. Ja, daar ben je mooi klaar mee, hè, Onno. Ik ben echt. Hij is fanatiek, die man van nu. Hij heeft al zeker 3 rondes niks gezegd. Hij moet nadenken. Maar wij zitten in een gevangenis, daar kan hij toch helemaal geen kant op? Waar moet hij zich dan op concentreren? De gevangenis is de plek om na te denken, dunkt mij. Oh ja, als je in een gevangenis zit. Het is crisis. Hij is bijna failliet en ik heb alle hotels. Oh no! Stil nou. Hij wou eigenlijk dokter Bibber, maar de boot gaat zo heen en weer. Oh! Ja. Het gaat heel lang duren, dit potje. Oh, kijk nou, algemeen fonds. Oh, leuk. Algemeen fonds, altijd leuk. Betaal uw doktersrekening, €50. Oh, dat hoeft niet meer. Oh, jawel, betaal nog, jawel. Ik mag nog een keer. Nee, ik mag. Nee, ik mag. Nee, ik mag nog een keer. Wel, ik heb dubbel, dus ik mag nog een keer. Continueren. Kijk nou, inkomstenbelasting, dat is toch altijd zonder geld, inkomstenbelasting, hè? Ja, maar het goede nieuws is dat van die belasting, dat hoeft pas volgend jaar. Onno, jij houdt helemaal niet van spelletjes. Oh, nou, dan ken ik een hele andere Onno, want op kantoor spelen wij altijd spelletjes, toch, Onno? Ja, zeker, ja, altijd spelletjes op kantoor, ja. Appa, je doet maar. Onno, als je me zoekt, ben ik boven. Yes. Ik snap niet wat hier gebeurd is, maar ik kom er wel achter. Tjebbe, maar waar zit je nou toch? Hoezo, je weet niet precies waar je bent? Ah, natuurlijk weet je precies waar je bent, Onno. Je staat hier op lange poten en je moet naar de Bartajorenstraat. En daar heb ik 2 hotels, dus ha 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 ha. Schiet nou toch op en kom helpen. Hoezo is dat moeilijk? Zo moeilijk kan het toch niet zijn, Onno? Hoezo, je bent de weg kwijt? Hoe kan je op zee nou de weg kwijt zijn? Er is deze weg. Ach. Nou, daar ben je mooi klaar mee, Onno. Dat is wel eens wat anders dan het echte leven. Ja, je zal toch moeten betalen. 2 hotels. Dokken, jongen, dokken. Jeb, schiet op en kom me helpen. Wat staan jullie hier nou weer te doen? Nou, staan. Gewoon staan. Ik mag hier toch wel staan. Het is tenslotte mijn eigen jacht. En wat kom jij doen? Ik heb een gesprek met jouw man. Mag het? Met mijn man? Oh, meneer, heb je dat afgesproken? Nou, niet dat ik met mijn eigen boer een afspraak hoef te maken als we een lekkere weekendje uitvaren zijn en en famille. En niet dat ik daartegen...
over jullie verantwoording over hoef af te leggen, maar zo net dus. Zo net? Ja, zo net. Hoe net, zo net? Hoe net, wat bedoel je met hoe net, zo net? Ja, gewoon was het zo net of toch al iets langer geleden. Zo van dat je eigenlijk niet meer kunt spreken over zo net, maar meer van daarstraks. 2 minuten geleden, vind je het goed? Ja, natuurlijk, ik vind alles goed. Kom Roy, je bovenop wat te schrobben. Ja, zo kan je het ook noemen. Failliet! Je bent failliet, nou daar ben je mooi klaar mee, Onno! Failliet? Ja, failliet! Ik zag het aankomen, ik zag het al heel lang aankomen! Onno, ben jij failliet? Ja, maar het is niet erg! Het is niet erg! Nee, we beginnen gewoon opnieuw! Gewoon opnieuw, waarmee dan? Je hebt helemaal geen startkapitaal! Het is niet erg! Het is niet erg, het is niet erg! De ondergang van de Titanic, dat is niet erg! Nee, het komt goed, het komt goed! Het komt goed! Onno, doe nou gewoon die deur open! Hoe denk je nou opnieuw te investeren? Hè? Hè? Je komt niet aan mijn geld, hoor je me? Nee. Hij krijgt het van mij, hij krijgt het van mij. Van jou? Ja, ik heb nog genoeg. We maken gewoon een doorstart. Ik pak een hotelletje, dan krijgt hij een paar van mijn huizen. Jouw huizen? Ja, ik heb goed geboerd. Onno, je laat die arme man niet in een hotel wonen. Nou, hij dan geen ruzie maken. Het is maar een spelletje. Een spelletje. Wat denk jij dat jij mee bezig bent? Een potje pimpampet. Moet jij eens goed naar me luisteren, broertje. Je doet niet die deur open, of anders ik zweer het je. Ik haal een hakbel. En ik beuk de deur in. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Nou goed, dan moet je het zelf maar weten. Ik snap er helemaal niks van. Waar is dat gif gebleven? Hij heeft die koffie gedronken, dat weet ik zeker. Weet je dan wel zeker dat het gif was? Lieve schat, het was zo ontzettend giftig en zo ontzettend veel. 1 druppel was genoeg geweest om het hele leger van Gaddafi te vermoorden. Hoe kan dit? Onno! 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 Momentje, zus. Ik ben niet zo lekker. Ik ga even liggen. Onno, doe nou gewoon die deur op. Ik wil alleen maar met je praten. Nou, even. Geef me nou even. Ik ben niet zo lekker. Ik ben een beetje zeeziek. Ik ben een beetje zeeziek. Oh. Ik zal je. Onno! Wat zit jij nou te doen? Nou, dat zou ik ook wel eens willen weten, Onno. Onno, wil je spreken? Dat kan. Alleen? Alleen wat? Wat alleen wat? Nou, je zegt, ik wil je spreken alleen. Dus alleen niet nu, of alleen straks, of alleen als je heel erg lief bent. Alleen als in onder 4 ogen. Oh, 4 ogen. Ja, die van mij en die van jou, Onno. Ik snap niet dat je er zo als een houten klaas bij blijft. Nou, dat snap ik eerlijk gezegd ook niet, Onno. Alsof het je geen reet kan schelen. Nou, inderdaad, je zegt het. Alsof het je geen reet kan schelen. En weet je, ik heb zomaar het gevoel dat het geval is. Kan je geen reet schelen, hè, Onno? Nee, dan kan je geen reet schelen. Wat heb ik mij aan jou vergist, zeg? Bij mij? Ja, jou, ja. Stukom, Benno. Maar jullie doen maar lekker, hoor. Ik trek mijn plan wel. Ik snap er helemaal niks van. Wat kan er nou gebeurd zijn? En waar is die brief gebleven? Wat? Welke brief? Ja, die afscheidsbrief die ik geschreven heb. Kunnen we plan niet veel beter afblazen? Afblazen? Ben je nou allemaal gek geworden? Maar het wordt toch veel te ingewikkeld? Met je schoonzus en die Harry. Oh. Dan komt vast wel weer een ander weekend. Een mens kan hier geen eens rustige moord plegen. Stella, alsjeblieft, luister nou. Zeg je, hij heeft die koffie gedronken met de overdosis er goed doorheen geroerd en toch is hij niet dood. Waar is dat potje met pillen gebleven? Huh? Het is hier niet pluisrooi. De brief is weg, de pillen zijn weg. Onno leeft nog. Ach, wij moeten die Harry een kopje kleiner maken. Eindelijk, een goed idee. En dat hadden wij al veel eerder moeten doen. Ik stik hem helemaal lek. Wacht, pak jij die Harry, dan zoek ik Iris. Die wordt me ook te lastig. Wat ga je met hem doen dan? Ik ben nu in staat om iedereen te vermoorden. Maar we moeten toch eerst een plan hebben? Ja. Wacht, ik laat dat bootje afdrijven, dan kunnen ze in ieder geval geen kant meer op. Harry. Ha, oh, Chebbe. Hey, Chebbe, man, waar zit je nou toch? Hier. Wat bedoel je met hier? Vlak achter je. Wat bedoel je met vlak achter me? Zoals ik het zeg, vlak achter je. Ah!
Ik dacht dat ik iets hoorde. Schiet dan maar op met die Harry. Is deze van jou? Nee. Hallo? Hallo, is er iemand? Hallo? Ja, hallo! En met wie spreek ik? Ja, met Roy! Met Roy. Verkeerd verbonden! Wat is er nou aan de hand? Wat doen jullie allemaal? Oh, Chabba, ben ik blij om jou weer te zien, Chabba. Oh, rustig nou, wat is er nou aan de hand? Luister, Chabba, luister, meneer Vermegen. Ja? Meneer Vermegen. Ja? Hij laat me nou even uitpraten. Meneer Vermegen, ja. Meneer Vermegen is dood. Maar ik mag Onno zeggen. Wat nou, hoe, wat? Het zit zo. Meneer Vermeer heeft zelfmoord gepleegd. Althans, dat dacht ik. Maar nu weet ik dat mevrouw Vermeer het heeft gedaan samen met die boy voor het geld. En nu denken ze dat hij nog leeft, want ik zat met hem op het bed. En Iris denkt dat ik uit de kast ben gekomen. En Onno ook, maar hij moet in een kist, niet in een kast. En nou snapten ze niet meer, want de pillen waren weg en er was een afscheidsbrief. Maar dat was voordat ik wist dat mevrouw Vermeer de pillen in de koffie van meneer Vermeer had gedaan met opzet dus, hè. Om meneer Vermeer te vermoorden, met die pillen dus. Welke pillen? Het gift, ze hebben waarmee mevrouw Vermeer en meneer Vermeer heeft vermoord. Nou, waar zijn die dan? In de karaf, in de werkkot, we heurten, waren er best wel veel over. En die brief dan? Welke brief? Je zei dat er een afscheidsbrief was, dat is dan toch het bewijs? Harry, waar is die afscheidsbrief? Die heb ik opgegeten. Wegwezen, jullie weg. Rustig. Die zit zelf de hele eerste helft op je luie reet. Rustig. Er zit hier met een lijk opgescheept. Een vrouw die een moord wil plegen. Een boatboy die mijn lek wil prikken. En die zus, die Iris, die hoort er ook bij. Die loopt hier met een hakbijl rond te zwiepen. Oh no! Hij kan het uitleggen. Ik ben benieuwd. Nou, anders ik wel, Onno. Nou, wat heb je hierop te zeggen? Bespaar me je kletspraatjes, meneer Vermeulen. Je loopt me de hele dag te irriteren. Ik ben er zo klaar mee. Nee, maar dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Oh, u weet niet half hoe goed ik dat snap. Ik maak je van kant. En jou ook. Allebei! Rustig nou maar, rustig. Onno Vermeulen. Met je vieze geheimpjes. Nou, inderdaad, ja. Nee, maar nou ben ik het dus voor... Inderdaad, ja. Inderdaad. Want het is nou, dan ben ik ja, dat zegt u. Zegt het, hè? Maar ik denk ook, want het is ja, inderdaad, ja. Nou, inderdaad. Dan heeft u voor het eerste keer inderdaad een schietje. Inderdaad gelijk. Want je bent een hele grote viezerik. Dat ben je, Onno. Echt van ene... Ja, Onno, nee, niet doen. Hou op! Oh, wat denk je nou, Onno? En jij, zeg jij je stupide leventje maar gedag. En wat ziet u het liefste dat ik doe? Hoi. Gaan? Zal ik dat maar gaan? Oeh. Nou, in het bootje, hoe anders, hè? De karaf. In de karaf. Nee, in het bootje. Klein bootje, weet je wel, schip Ahoy? De pillen. Ze zaten in de karaf. Dat kan ik uitleggen. Oh, denk ik. Ik ga dood. Ja, zo denkt u er nu over. Ik sterf. Ja, dat dacht mijn moeder ook. Toen mijn vader stierf. Oh. Maar uiteindelijk heeft ze nog een paar hele mooie jaren gehad. In het bejaardentehuis. Oh. Waar u nog veel te jong voor bent. Dus ik zou zo zeggen, rechtop staan, hoofd 4 omhoog en... Oh.
country boy. Oh, nou, daar bent u dan ook meteen vanaf, hè? Oh, nee. Och, nee, mevrouw Vermegen. Oh, Tjebbe, mevrouw Vermegen is dood. Dood? D-O-O-D. Ja, ik weet hoe je het schrijft. Hoe dan? Ze heeft het de karaf gedronken. Wat sukkel, waarom dan? Ze zal dorst hebben gehad. Wie gooit er een sukkelpil in een karaf? Die zal er zelf bij geweest zijn dat ik er stond. En dat je gewoon denkt dat het... Maar dit gaat niet lukken. Kwartslag draaien. Hop. Bootje. Ach, nou. Ja. Nou, je had het wel eens van me mogen overnemen. Ik had wel wat anders aan mijn hoofd hebben met die 18 miljoen en die twee lijken. Harry. En die Onno. Harry. En die Iris. Harry. En die Harry. En die Harry. Wat zeg je nog? Oh, honey! Oh, Tjebbe, bootje! Het bootje is weg! Oh, Tjebbe, we komen hier nooit meer weg! Het bootje is weg! Wat moeten we nou met het bootje zeggen? Oh, nee! Reddingsboot. Aan de zijkant hangt zo'n rubberen bootje. Hing zo'n rubberen bootje. Nee, niet hakken. Moet jij eens goed opletten, mannetje. Ik dacht dat als er iemand aan boord was waar ik het mee zou kunnen vinden, dat jij dat was. Maar nee. Nee. Meneer Harry Vermeulen is niet zo'n sukkel als hij zich voordoet. Oh, nee. Speelt met Broelie van de Eenhoedje. Oh, nee, echt niet. En met zijn vrouw? Mijn vrouw heeft hier helemaal niks mee. Maar nu is het afgelopen. Uit. Oh. Jullie laatste uur heeft geslagen. Dat van jullie allemaal. Stella. Onno. Die toyboy. Oh, ja, dat is een raar verhaal. Dat zal ik en dan... jij? Ik. Waar zijn ze? Nou, waar zijn ze? Wie? Die twee misdadigers. Wie? Onno? Onno. En Stella. Boven? Dan ga ik ze eens goed aan de tand voelen. En ik zou mijn tanden ook maar eens goed poetsen als ik jou was, want jij bent daarna aan de beurt. Ze hebben de zus. Ze is knettergek. Ze wil ons allemaal vermoorden. We moeten die twee lijken zien te verstoppen. Ja! Waar is Stella? Stella, ik heb geen idee. Ik zoek ze ook. Onno! Wat gaan we nou met ze doen? Ja, weet ik veel. Naar boven? Nee, niet naar boven. Hier, de werkhut in. Want daar zijn ze al een keer geweest. Dus daar zoeken ze die nog een keer. Dus als we nou gewoon... Ja! Jij denkt zeker dat ik niet door heb wat jij allemaal aan het doen bent. Wat ik allemaal aan het doen ben? Tjebbe! Met die hak. Jij bent al vanaf het begin de boel aan het traineren. Jij en die Harry. Wat waren jullie van plan? Ons vermoorden en vandoor gaan we dan het geld? Tjebbe! Jammer dat wij jullie voor waren. Jij bent gek. Oh, ben ik gek. Dat vind ik wel. Prima. Oh, ik ben gek. Nou. Jullie gaan eraan. Jij gaat eraan. En Onno gaat eraan. En die Harry. Die Harry. Oh, die gaat er al helemaal aan. En Stella en ik, nou, wij leven gewoon nog heel lang en heel gelukkig. Want toen kwam er een olifant met een hele lange snuit. En die blies het vrouwtje uit. Stella! Tjebbe! Harry! Tjebbe, waar zit je toch? Tjebbe, waar was je nou? Ja, in de kast. Wat bedoel je in de kast? Ja, we hebben in de welke kast? Wat is dat? Oh, wat is dit voor onzin? Zo, daar zijn jullie dan. En nou ben ik er helemaal klaar mee. Jij! Wat is er allemaal aan de hand? Ik word achtervolgd, opgesloten in een hok. Zij worden helemaal gek geworden. Ik eis een verklaring. Jij!
doen met die Roy die achter mij aan zit? En jij loopt hier ook als een idioot rond. En jij... Wat doe jij eigenlijk? Nou, dat kunnen we uitleggen. Graag, maar eerst wil ik met jou praten, hoor. Nou, dat wordt een beetje lastig. Ik dacht niet dat ik jou iets gevraagd had. Nee, dat is waar. Dat is absoluut, Iris, dat is een feit. Maar weet je wat het is? Het komt erop neer omdat... Het probleem is... Het probleem is dat jij overal met je neus tussen zit. Ja, dat is wel een beetje waar. Nou, en je wordt bedankt. Dat is toch zo, kantoor ook. Je bemoeit je overal mee. Hoe kom je daar nou weer bij? Dan moet je zien wij ons in terecht brengen. Ik, nou wordt hij helemaal mooi, Zef. Wie komt er met dat gat aanzetten? Welk gat? Dat van 18 miljoen. 17 miljoen 800.000 en 53 cent om precies te zijn. Gaan we nou een paar centen staan zeuren? Jij bent een boekhouder of je bent het niet? Zeg, is nou klaar, ja? Onno, waarom zeg jij niks? Kom dicht. Nou? Nou? Ik tel tot drie. 1, 2, 3. Jij ook! Maar... Jullie hebben ze vermoord! Nee, echt niet, echt niet. Nou ja, niet echt. Niet echt, niet nee. Echt, wat bedoel je? Maak het nou niet ingewikkelder dan het al is. Nee. Hij voelt zich schuldig, meer niet. Pardon? Ik kan het uitleggen. Laat u maar alsjeblieft even uitleggen. Nou kijk, het zit zo, mevrouw, uw schoonzuster had een plannetje. Samen met die bootboy. Om uw broer te vermoorden, zodat zij al het geld hadden. Want ze deden het namelijk met elkaar. Ja, dat weet ik, ja. Maar was het niet wat er geregeld was dat wij ook aan boord kwamen? Om Onno te vertellen over dat gat van 18 miljoen dat ik ontdekt had. Dat ik ontdekt had? Ja, maar omdat ik de verantwoordelijke ben, had ik het ontdekt, theoretisch. Dat is helemaal niet waar, want zelfs in het rapport zou naar buiten komen dat ik het was. Dat ligt er maar helemaal aan wie het rapport schrijft. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Nou, de situatie is nou sowieso helemaal anders. Ja, jongens, kan het even, zeg. Nou goed. Daar hebben ze helemaal niemand op gerekend dat wij ook aan boord zouden komen. Ook uw broer niet. Oh no. En die was helemaal niet blij met onze constatering. Nee, helemaal niet blij. Niet blij, helemaal niet blij. Nee, want die 18 miljoen die had hij in zijn eigen zak gestoken. Verduisterd. En toen wilde hij ons vermoorden. Ja, stellen Onno en Roy ook Onno. En natuurlijk mij en uiteindelijk Tjebbe en jou vast ook wel. Maar stellen die dacht dat Onno nog leefde, maar dat was niet zo. En toen heeft ze een slok water genomen van de karaf waar ik de pillen in had gedaan. Ja, dat begrijp ik ook niet helemaal. En dus ging Stella ook dood, maar Roy wist dat niet. En toen wilde ons allemaal uit de weg ruimen. Dus. Zoiets. Dus. 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 Waar is Roy nu? Stella! Hij wil ons allemaal vermoorden! Stella! 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 Nee, dank je. Nee, nee, dank je. Oh. Maar vuurtje. Oh.
Hé, gadverdarrie. Dan heb ik er nou al een vlek op. Hé, dat gaat er toch nooit meer... Nooit meer... Piet! Dat gaat er toch nooit meer... Piet! Piet! Dat is Petrus. Krijg er maar één zo'n setje. Echt waar? Moeten we het daar voor altijd mee doen? Nou, dat is dan lekker. Dat heb ik weer. Ik hoorde mevrouw nog zeggen vanochtend. Schat, wees eens een engel. Maar weet je wat ik wel in die korte tijd... Want tijd bestaat hier niet, hè? Wat ik zag in die korte tijd... Dat ik hier... Ze allemaal beroemde mensen van vroeger zag ik hier rond. Maar ze hebben heel erg leuk. Ik zag, hoe heet ze nou? Prinses Diana zag ik lopen. Lady Di. Ja, echt waar. Met zo'n aureool. Zo. En ik zo'n heel kleintje. En zij, ik denk, waarom heeft zij zo'n grote en ik zo'n, toch? Zo'n klein. We zijn allemaal gelijk. Ik ga het gewoon vragen. Ik denk, waarom ze, toch? Dus ik denk, en ik kom dichterbij. En het is helemaal geen aureool. Het is een stuur. Gaan jullie daar nou om zitten lachen? Nou, zij ook hoor. André niet, André Hazes. Oh, André Hazes, die zit daar een potje chagrijnig te kijken, zeg. Oh, ja, geen bier, hè, hier. Oh, nee, Piet, niet doen. Niet doen, Piet. Nee, niet doorlaten. Nee. Nee, met die zonnebril, die moet naar beneden. Weg, niet door. Nee, niet doen. Het is Gaddafi. Ja, die wil ik er hier niet bij hebben, hoor. Nee, oh, dat is goed volk. Laat maar komen. Goed volk. Tikkie winkie ook doof. Nou, je wordt bedankt. Ja, kan ik er wat aan doen, zeg. Jij moest er nog naar die boterham. Ah, dat gaat dan ook niet gezien. Ah, dat gaat ook nog niet gezien. Wat is dat nou? Zeg, jongens, geen ruzie maken. We zitten er wel mooi mee. Dat denk ik nou pas aan. Wat? Ik heb een kip thuis op het aanrecht. Ligt al door je. Wat? Gaat stinken hoor, zo'n kip. Mm. Nou, dat is wel het laatste waar je nu druk om moet maken. Ja. Mm. Dat is waar. Het is hier eigenlijk best wel oké. Ja. Best fijn toch? Al onze zorgen zijn nu voorbij. Ja. Ja, dat kun je van hun niet zeggen.